FC Eindhoven is de nummer 12 van de keukenkampioendivisie. Het zakte de laatste weken naar beneden, bleef lang ongeslagen aan het begin van het seizoen, maar laat de laatste tijd veel punten liggen. Laatste overwinning was er een in de beker op Os, in Os. Os is wel als eerste gevaarlijk. Het gaat goed van start, speelde een matige wedstrijd tegen Jong Ajax afgelopen vrijdag, waar het met 1-0 verloor. Kwam tot heel weinig kansen en is de troosteloze hekkensluiter van de keukenkampioendivisie met slechts 7 punten na 15 wedstrijden. Maar zoals gezegd, het begint alleraardigst met de volgende kans, voorlangs gekopt door Van Leeuwen. Zo zijn de eerste kansen dus voor Os, dat met Hernandez speelt in plaats van Doemtsios ten opzichte van het duel met Jong Ajax. En nog altijd heel veel mensen mist hier de overname van McIntosh, die veel indribbelt het middenveld in als verdediger. En hier de bal terugkrijgt. McIntosh heeft wel wat aardigs in gedachten, maar de uitvoering is een stuk minder. In Os, in die bekerwedstrijd, won Eindhoven met 1-0 door een minuten strafschop van Amevoor. Die kreeg afgelopen vrijdag rood tegen Groningen. Maar die kaart is geseponeerd, daardoor Eindhoven met dezelfde elf als afgelopen vrijdag tegen Groningen. Maar nog altijd enkel en alleen Os. Afstandspoging opnieuw van Van Leeuwen. Geen probleem voor Jorn Brondil. Dan eindelijk een keer Eindhoven. Simons van heel ver. Dat ziet er gevaarlijk uit. Een aardige poging. Havenkotte kan zijn handen op tijd intrekken. De bal gaat naast. Zo komt Eindhoven langzaam maar zeker wat beter in de wedstrijd. Vorig jaar werd het hier 2-1 door twee doelpunten van Brim, die inmiddels bij Sparta speelt. En dit is de grootste kans van de eerste helft. En die gaat er ook in. Maar dan is er buitenspel geconstateerd voor Kukçu. En dan gaat die goal dus niet door. En het heeft er toch alle schijn van dat dat geen buitenspel is. Eindhoven mogelijk beroofd van de openingsgoal. Dan van heel ver geschoten door Jonathan Mulder, de linkerverdediger van Os. Prima reactie van Jorn Brondil. Deze mensen waren er vroeg bij voor een patatje als eerste in de rij, als de rust nog niet geweest is of begonnen is. En na rust is Eindhoven sneller bij de les dan in de eerste helft. Ook gevaarlijk uit standaard situaties. Onzeker optreden van Havenkotte. Daalhuis brengt opnieuw in. Weer Daalhuis en dan uit de draai. De poging van Luc Wouters. Een wedstrijd die dus niet bol staat van de grote kansen. Dat was vrijdag bij Jong Ajax Os ook het geval. Eindhoven natuurlijk sowieso best een stugge ploeg. Knap dat Os toch tot wat mogelijkheden komt. Met name Van Leeuwen is heel bedrijvig. Maar nog altijd die vele afwezigen bij Os dat het zo moeilijk heeft dit seizoen. Grote kans, Eugenia. De redding is er van Havenkotte. Maar Os mist Dame, Dekker, Eigenraam, Gertsen, Korte, Ladan, Martinez, Zimmerman, Zitman. Die zijn allemaal geblesseerd. En Remy zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit. Maar dan in de slotfase, het laatste kwartier. Grootste kans voor Doemtsios ingevallen. Weer een goede reactie van Brondil. Doemtsios die dus op de bank moest beginnen. Niet trefzeker, de topscorer van Os is verdediger Rochon van Eima. Dan lopen Allemeers en Doemtsios elkaar in de weg. En is de grootste dreiging weg. Limouri. Nog altijd toch heel weinig van Eindhoven, dat ze slechts 2 punten achter plaats 9 staat. Een plaats die op dat moment virtueel recht geeft op play-offs. Van Dorum ingevallen, loopt zich vast. En dan in één keer de dieptepaas gegeven Doemtsios. Tikje van Amevoor in de rug. Maar Os kan nog altijd vooruit denken. Uitstekende paas van Van Leeuwen. Allemeers krijgt hem langs Brondil. Maar schuift hem ook langs de goal. Grote kans voor Topos. Daalhuis. Ingeleverd door Luc Wouters.
Dan ligt er weer een mogelijkheid voor Os. In de omschakeling al moet er dan nog veel gebeuren. Doemtsios geeft hem mee aan Allemeers. Voor de goal is Pata. Allemeers zelf. Dan Van Leeuwen. Van Leeuwen. En weer Brondel die de bal recht op zich afgeschoten ziet worden. Van Leeuwen had daar een hoek moeten kiezen. Vrije trap. Een wapen vaak bij Eindhoven. Bal valt op de lat. En de rebound voor Rottier levert ook niets op. Brood ontevreden met wat beslissingen. Maar hij zal tevreden zijn met een punt van zijn top-os op bezoek bij FC Eindhoven. Het eindigt in 0-0.